ik zou tegen u willen zeggen, van harte welkom bij de eerste avond van het Zingen in de Zomer 2014. En we hebben wat concurrentie vanavond van het voetbal, maar ik ben blij dat u er allemaal bent. En wat kan u zingen? Als je dat hierboven hoort, echt geweldig. We starten vanavond op een speciale manier. En daarom zijn we blij dat u er bent. Want vanmiddag in het kerkje, al overvol. En nu deze Bethelkerk ook vol. Uit alle streken, samengekomen van noord tot zuid, van jong tot oud. We zijn blij dat u er allemaal weer bent en we hebben u gemist. Thema dit jaar is, weet jij het al? En daarom dat vraagteken aan de voorkant van het kruispunt, het programma van het Zingen in de Zomer. U heeft het misschien allemaal al gekregen. Neem het mee, deel het uit in uw gemeente, laat mensen het weten. Zingen in de Zomer op Urk is weer begonnen. Heel belangrijk. Soms hebben we vele vraagtekens in het leven. Krijgen we op vele vragen geen antwoord. Daarom het thema vanavond, weet jij het al, bestaat God nou echt? Een bijzonder thema waar we vanavond over gaan nadenken. Dominee Staat, hij zit hier vooraan, uit tegenwoordig aan Dijk, zal hier straks verder op ingaan. Dominee, we zijn blij dat u er bent. De aanduiker muizen, ja zo noemt u de aardappels daar, zijn vervangen voor de Urker schollen. En u heeft ze al geproefd, dus ik hoop dat u vanavond op deze kansel als een vis in het water zult voelen. Nou, we hebben vanavond iets heel bijzonders. Ze hebben nog nooit meegewerkt met het Zingen in de Zomer. We hebben het er wel vaak over gehad. En het was een wens van ons dat het ging lukken. En daarom zijn we heel blij met het koor waar hij voor zit. We waren blij dat Gerrit Schinkel, de dirigent en hun secretaris Jelle de Boer afgelopen winter aan toch die jaagnik gaven. En ik heb begrepen, er zijn wat zenuwen, maar na het eerste nummer gehoord hebben, het komt allemaal goed. De mannen van het mannenkoor Eiland Urk, welkom. Jullie hebben een prachtig programma samengesteld en ik kan verklappen straks zelfs een heuse primeur. Op de vleugel vanavond Gerwin van de plaats. Nou Gerwin, je hebt vandaag al wat van je gaven laten horen. Dus ik ben trots dat je er bent vanavond. Bovenop het orgel Hendrik van Veen. En ik kan verklappen, er staan een paar verzoeken van Hendrik op de liturgie. Dus Hendrik, ik zou zeggen, laat die kerk zingen, hè. Mijn vader, Klaas de Boer, zei altijd doorgaan. Wat er ook gebeurt. Dus dat gaan we ook doen, deze zomer. En dat gaan we doen nu, uit volle borst. Met het lied God vol vergeven, wees ons genadig.
Zullen we samen een zegen vragen over deze avond? Vader in de hemel, zo zijn we hier met velen samengekomen in de Bethelkerk. Bij de startavond van het zingen in de zomer. Heer, er staat weer een nieuw zangseizoen voor de deur. Met een heel bijzonder thema. Weet jij het al? Daarom houden we de zingen in de zomeravonden. Om de mensen te laten weten wie u bent in ons leven. Om dat grote en goede nieuws maar te verkondigen. Dat willen we vanavond ook doen. Mijn Vader in de hemel, u kent ons. U weet wat er in ons omgaat. En wat er in ons leeft. U weet in wat voor situatie we zitten. Misschien zijn er wel hele mooie dingen gebeurd, hele fijne dingen. Daar danken we ook dan voor. Maar heren, u kent ook die andere kant. Die moeilijke kant. Die donkere kant. Dat we mensen moeten missen die ons dierbaar zijn. Heren, wilt u maar naar ons omzien. En uw ogen op ons richten. Ook als we het moeilijk hebben. Dat we mogen voelen in ons leven dat u bestaat. We danken dat het koor in ons midden is. Dat ze vanuit hun hart willen zingen. We danken u dat Hendrik en Gerwin meespelen. Dat ze dode instrumenten tot leven brengen met hun gaven. Mensen mogen inspireren tot eer en glorie van uw grote naam. Daarom vanavond dat thema. Bestaat God nou echt? Dat kun je je soms echt afvragen. Waar bent u nu? We danken u vanavond dat u ons midden bent met uw Heilige Geest. Laat die Heilige Geest ons inspireren. Dat we kunnen zeggen en zeker weten, ja, God bestaat. Dat we kunnen zeggen en zingen, wees gij de zon van mijn bestaan. Want dan kan ik veilig verder gaan. Tot ik u zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht. Geef ons zomaar een rijke zangavond in zijn naam. Dat vragen wij u eerbiedig. Amen. Bijzondere solo, gezongen door Jantina en Jan-Marie de Boer. Ik kon ze net niet vinden, maar ze zitten daar. U komt ze direct zelf te zien. Ik wil met u de schrift lezen uitgezocht door dominee Staat, Hebreeën 11, vers 1 tot en met 6. En u kunt hem meelezen op uw liturgie. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij
dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof heeft Abel Goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Goden welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken.
storm gaat tekeer. In een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft. En de ochtend het daglicht nooit meer ziet. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat u armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedraagt. Als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pijn, met mijn angst en onveiligheid. Dan lijkt de hemel soms van koper, geen gebed komt er doorheen en ik verstik in onzekerheid. Juist op die dat u werkelijk bestaat, dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk, dat u mij gedragen heeft. Heer, wilt u mij helpen als ik moe ben? Het geloof in mijn verstand, op zijn leven in mijn hand. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen. Dat u werkelijk bestaat, dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk, dat u mij gedragen heeft. Als ik terugkijk, dat u mij gedragen Weet jij het al? En dan is de vraag voor vanavond, bestaat God nu echt? Lieve mensen, de christenen die zullen altijd volhouden dat God bestaat. En dat het de moeite waard is om het te wagen met hem. Om in hem te geloven, dat je er baat bij hebt om te weten dat God een vader en een vriend voor je is. En desondanks zijn er ook heel veel mensen, en u kent ze in uw omgeving ook, die niet in God geloven. Bestaat God wel echt? Ik denk daar vaak over na hoe dat toch komt, dat de ene mens wel in de Heere God gelooft en iemand anders niet. Die vraag is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Het is namelijk al heel erg moeilijk om iemand uit te leggen waarom jij eigenlijk in God gelooft, hoe dat komt dat je dat hebt.
Laat staan dat je de vraag zou kunnen beantwoorden hoe het komt dat andere mensen niet in God geloven en daar niks mee hebben met de Heer. En misschien moet je dat laatste ook niet willen om precies te kunnen verklaren hoe het komt dat mensen niet in God geloven. Veel beter is het dat wij het aandurven om verantwoording af te leggen van de vraag waarom wij eigenlijk wel geloven. Waarom geloven jullie wel dat God bestaat? Zullen we dat eens proberen aan elkaar uit te leggen? Ik heb 10 minuten gekregen van Jan. Dus ik zal ook niet heel veel meer spreektijd gebruiken. Bovendien weet ik dat u om 10 uur allemaal voor de televisie wil zitten. Ik haal het niet. Ik moet naar Andijk terug. Maar goed, dat maakt niet uit. Een van de redenen waarom ik zelf ervan overtuigd ben dat God bestaat, is uit diepe bewondering voor de omvang van de kosmos, het universum. Als je erover nadenkt, dan raak ik altijd heel erg diep onder de indruk. Ik hield als jongen op de lagere school al spreekbeurten over de maan en de zon en het heelal. En ik vond dat ongelooflijk interessant. Niemand luisterde daarnaar, maar ik vond het heel erg leuk om daarover te spreken. En ik heb later ook nog eens een sterrenclub opgericht met 2 leden, mijn vader en mijn moeder. Maar het is wel fenomenaal als je bedenkt hoe dat universum in elkaar zit. Vol sterren, melkwegstelsels en zwarte gaten en kometen. Ik vertel wel eens graag over zandkorrels. Ik weet niet of jullie kleinkinderen hebben. Ik heb inmiddels ook kleinkinderen. Je ziet wel aan mijn haren dat ik opa ben natuurlijk. Hè. En dan heb je wel eens een zitje in de zandbak. En als je dan 1 handje met zand hebt, weet je dat je dan al meer dan 3.000 of 4.000 zandkorrels in je hand hebt. 1 hand. En hebben jullie wel eens uitgerekend, of willen uitrekenen, als je alle zandkorrels aan het Noordzeestrand bij elkaar optelt, van Katzand tot Den Helder, hoeveel zandkorrels je dan bij elkaar hebt? Weet u dat het aantal sterren dat God gemaakt heeft aan de hemel vele malen groter zijn dan alle zandkorrels van het Noordzeestrand bij elkaar? En dan moet u zich realiseren dat de afstand tussen die sterren buitengewoon groot is. Het is heel leeg in het heelal. Ik heb dat wel eens zo uitgelegd dat ik zeg, als je boven het luchtruim van Nederland, als daar 3 muggen vliegen, en dat is alles wat er vliegt, 3 muggen boven heel Nederland, dan is het op dat moment dichter bevolkt boven Nederland met muggen dan dat het in het heelal bevolkt is met sterren. Zo ongelooflijk groot. En dan zijn er mensen die oprecht geloven dat dat ingewikkelde universum is ontstaan door toeval. En ik heb daar diep respect voor als mensen dat geloven. Maar ik heb zo'n groot geloof niet. Ik geloof dat God dat heeft gemaakt. God is de architect en de bedenker van het universum. En dat kan ik niet bewijzen. Ik weet dat ik nooit met een telescoop de lucht zo kan bestuderen dat ik God tegenkom. En zelfs als je heel veel boeken leest en studeert, dan kom je daar nog niet echt achter dat God werkelijk bestaat. Wat ook heel logisch is. Het is jaren geleden dat ik verliefd werd op Lisbeth. Ze is meegekomen, dus het is op den duur wat geworden. Dat is mijn vrouw dus, bedoel ik. Ja, jullie weten toch wel wat verliefde zijn is? Nee? Echt niet? Jaren geleden. Alleen ik wist niet hoe ik het moest aanpakken. Dus toen heb ik een boek gelezen elke avond, 's avonds. Verkering in 10 stappen. Maar dat werkt niet, hè? Ik moest natuurlijk naar haar toe gaan en met haar praten en haar leren kennen. Nou, zo is het ook met God. Je kan wel allerlei boeken lezen, maar dat werkt niet. Je moet naar hem toe gaan. Je moet hem willen ontmoeten. Je moet met hem praten. Je moet hem tegen willen komen. Zo gaat dat. Alleen, het punt is dat als Lisbeth nou niet had gewild om contact met mij te krijgen, had ik natuurlijk een groot probleem gehad. Gelukkig wilde ze dat. Maar als het nou niet gewild had, dan was het niks geworden. En dat is ook een punt met de Heere God. Stel dat God nou niet uw vriend zou willen zijn. Dan kun je wel van alles doen, maar dan zou het niks worden. Dus de vraag die we moeten stellen vanavond is niet: bestaat God? Want dan krijg je allemaal vervelende discussies over en ruzie.
en intellectuele discussies. En dat helpt je niet. De vraag die je moet stellen, is er een plek waar ik de Heere God kan ontmoeten? Waar kan ik hem tegenkomen? Want als God geen andere bedoeling zou hebben met deze aarde dan er alleen vanaf een afstandje naar kijken, zoals u thuis naar een aquarium kijkt, ja, dan zullen we de Heere God nooit leren kennen, ook als die bestaat. Je moet dus niet vragen, bestaat God, maar waar heeft God iets van zichzelf bekendgemaakt? En daar geven we in de kerk altijd twee antwoorden op. Het eerste is dat God iets van zichzelf bekend heeft gemaakt, en daar kun je hem dan ook vinden, in de Bijbel. Alleen dan krijg je weer diezelfde vraag, is de Bijbel dan wel het woord van God? Nou, daar moet je niet over discussiëren, want daar word je het ook niet met elkaar over eens. Je moet de Bijbel gaan lezen. Het is net als met iemand die hoofdpijn heeft. Dan zeg je tegen je vriendin, ik heb zo'n hoofdpijn. En dan zegt ze, meid, ik heb wel een paracetamolletje voor je. En dan zeg je, ja, maar helpt dat? Dan zegt ze, ja, weet ik niet. Je moet het slikken. Nou, zo is het ook met de Bijbel. Je kan er zo over discussiëren. Is het wel Gods woord? En hoe dan precies is het geïnspireerd? En hoe dan? Je moet Gods woord eten. Je moet het slikken. Je moet het gebruiken. Dan gaat je hoofdpijn over. Gaandeweg merk je, het is het. Daar spreekt God door zijn woord. 5 minuten per dag. Het is wel verslavend, hoor. Als je er eenmaal aan begint, dan wil je het elke dag. Een stukje lezen met, uit de Bijbel. Want dan leer je God steeds beter leren kennen. Maar is dat dan alles, zult u zeggen, alleen de Bijbel? Als u nou God was en u zou willen bewijzen dat u bestond, hoe zou jij dat aanpakken? Misschien op tv komen? Of zorgen dat alle oorlogen ophouden? Sommigen zouden willen dat God zou zorgen vanavond dat Argentinië verliest. Zo doet God dat niet. Wat God doet om te laten zien dat hij bestaat, is bepaald niet spectaculair. Dan worden we altijd doorverwezen naar Jozef en Maria en het kind in de kribbe. Als je God wil leren kennen en je wilt hem ontmoeten, dan moet je bij Jezus zijn. Dat valt sommige mensen tegen. Waarom is Gods openbaring niet zo overdonderend dat je wel moet erkennen dat hij bestaat? Het antwoord op die vraag is dat God dat zo niet wil. God houdt te veel van mensen zoals hij ze heeft gemaakt. Dat wil zeggen, God heeft enorm veel respect voor je eigen wil en voor je eigen keuzevrijheid. En daarover wil ik een verhaal vertellen. Er was eens een koning die verteerd werd door liefde voor een eenvoudig meisje. Hij wist alleen niet hoe hij het moest aanpakken. Ik heb inmiddels allerlei ervaring daarmee. Maar die koning had zijn eigen gedachten daarover. Hij realiseerde zich dat hij dat meisje zou kunnen laten kunnen ophalen met een grote koets en naar zijn paleis kon laten brengen. En het kon overladen met koninklijke geschenken. En als hij dan het meisje ten huwelijk zou vragen, dan zou ze vermoedelijk wel ja zeggen. Want wie durft nu eenmaal nee te zeggen tegen de koning? De vraag is of ze ook echt van hem zou willen, of ze ook echt van hem zou houden. Of dat ze hem zou willen om zijn rijkdom en macht en niet om hemzelf. Hoe kon die koning nu weten dat dat meisje werkelijk van hem hield? En dat is nu precies het probleem waar de Heere God tegenaan loopt als hij mensen zijn liefde wil tonen. Liefde is pas echte liefde, wederliefde, als je ook nee zou kunnen zeggen. En de koning die loste dit dilemma als volgt op, ervan overtuigd dat hij het meisje niet kon verhogen zonder haar vrijheid te ontnemen, besloot hij zichzelf te verlagen. Hij kleedde zich als een bedelaar en hij ging incognito het stadje in. Hij belde aan de deur
van het meisje. Hij deed afstand van de troon om haar te winnen uit liefde. Dat is mooi. Alleen het meisje zei nee. Ze wou geen bedelaar. Te min. God heeft heel vaak verdriet. God houdt echt van u. Maar zullen de mensen, nu hij als een arm kind naar die kribbe van Bethlehem ging, hem ook hun hart geven? De schepper van het machtig universum vernedert zich door zichzelf in mensengedaante, in de gestalte van Jezus Christus, naar deze aarde te komen. En wat dan gebeurt, is dat hij daar uiteindelijk op die aarde sterft door de handen van zijn eigen schepselen. God heeft verdriet omdat mensen hem zo vaak afwijzen. God kent gelukkig soms ook grote blijdschap. Om die ene of die andere mens die Gods uitgestoken hand vastpakt. En zo mens ben jij toch? Maar nog één ding. Als je dat nou gedaan hebt en je hebt Gods hand, je hebt hem vastgepakt. En je zegt, Heer, ik heb ontdekt, u houdt van mij. En ik wil het ook proberen van u te houden. Hoe wordt zo'n leven dan? Wordt dat dan een fijn leven? Nou, dat is niet altijd zo. Niet altijd alleen maar fijn. Er gebeuren ook heel veel verdrietige dingen natuurlijk. Ik sta hier ook in zekere zin met gemengde gevoelens vanavond. Want ja, mijn vriend Klaas de Boer, hè, die was hier altijd en die is hier niet. En dan mis je dat. En op Andijk vorige week zijn een jongen van 17 en een jongen van 18 samen overleden. Eén familie, neven. Dat is verschrikkelijk verdrietig. En wat maken jullie niet mee? Hoe? En dan geloof je. Dan geloof je dat God bestaat. Dat is moeilijk. Ik wil eindigen met een verhaal wat echt gebeurd is. Wat ik een keer heb meegemaakt in een kerk, in een gemeente waar ik dominee was. In Zeeland. En toen kwam ik op bezoek bij een mevrouw van wie de arm was geamputeerd. Dat bleek achteraf helemaal niet nodig geweest te zijn, maar het was wel gebeurd. En ze was ontzettend boos. Ook al was ze heel gelovig. Ze was vreselijk boos op God, op iedereen. Ze zei, ik kan niet eens dominee, ik kan niet eens met een sinaasappeltje schillen. En ik was een heel onervaren dominee en ik zeg tegen haar, ja mevrouw Vette, ik weet het ook niet. Maar zullen we dan toch maar samen bidden? Nou zegt ze, je kan bidden wat je wil. Ik heb al wat gebeden dominee, maar er gebeuren toch geen wonderen. Dat weet u toch ook wel? Anders had ik toch al lang een nieuwe arm gehad. En elke keer als ik haar dan toch weer bezocht, na een paar weken, dan sprak ze in dezelfde toon. En ik zal nooit vergeten dat ik, misschien na een maand of 4, 5, daar weer een keer op bezoek kwam. En toen zei ze tegen mij, maar dominee, er is een wonder gebeurd. Nou was het een vrouw met veel humor, dus ik zeg, mevrouw Vet, u gaat me toch niet vertellen dat je een nieuwe arm hebt? Nee, zegt ze, dominee, maar ik kan het nu dragen. En dat is ook een wonder. Kracht om te dragen. Dat is lang niet alles. Maar het is heel veel. En daarom zijn wij zo rijk. Dat wij geloven kunnen dat God echt bestaat.
geen koers meer in het hart zoals het hoort. Geen roer meer, de angst klinkt tot hem. Bestuur toch mijn zin, heel mijn vergeet dan niet, zijn trouw is groot. Want op duister van de nacht volgt morgen rood. Zie Jezus groot en waar op hem. Kom naar de zondaar en hoor ons zijn stem. Oh,
Zullen we de Heere God danken voor deze machtige avond. Heere God, we hebben gezongen, geprezen zij de Heer. En we willen u prijzen, het lam wat alle zonden voor ons wegnam. We werden als het ware even opgetild, boven ons eigen bestaan uit. Dat zijn een kostbare momenten die je meemaakt. En zo wil zingen in de zomer kostbare momenten voor mensen zijn. Dat we mensen mogen en kunnen raken. Maar als uw Heilige Geest ons niet zou inspireren, letterlijk, dan zouden we misschien ook wel zeggen, bestaat er wel een God? Geef maar dat we dan richtingaanwijzers mogen zijn voor mensen. Dat we ze mogen zeggen, weet jij het al? Dat we mensen mogen terugbrengen bij dat machtige, dat grootste. Dat er vergeving is voor mensen in nood. Zo waren we vanavond bij elkaar. We danken u dat we dat echt hebben mogen meemaken. We danken u voor de geweldige gaven, voor de muziek. Dat we nu enthousiast onze weg kunnen vervolgen. Dat we kunnen zeggen, ik weet aan wie ik mijn vertrouwen. Al wisselen ook dag en nacht, ik ken de rots waarop ik bouw. Breng ons maar veilig thuis. Als we straks nog moeten rijden, geef ons maar een goede voorzetting van de week. Geef ons voor straks maar een goede nacht. Dat we morgen weer verfrist mogen opwaken. En als het kan, dat we dan volgende week hier weer kunnen en mogen zijn. Dit alles vragen wij in Jezus' naam. Amen.
Ja, zo komt er dan deze avond ook weer een einde. En ik wil het niet te lang maken, maar ik wil alle medewerkers, Jantine, Janne-Marie, Gerwin, Hendrik Boven en natuurlijk de zang van het koor aan de deur onder leiding van Gerrit Schinkel, een gigantisch applaus nog geven voor onze dank. Ja, ik ben zelf bakker van beroep en ik kan zeggen, het smaakt aan meer, toch? Een paar korte mededelingen. In de liturgie vond u dit kaartje. Wat is daar de bedoeling van? Ik heb hem even wat groter. Maar heeft u iemand al eens een keer blij gemaakt? Heeft u iemand al eens een keer verrast? Stel je voor, u kent iemand in uw omgeving en die denkt, ik neem hem een keer mee naar de zingen in de zomer. Vul hem in, stuur hem op en misschien een gesprek onderweg naar Urk of een gesprek na afloop. Dat kan heel verrijkend zijn. En het thema is, weet je het al? Dus we moeten die boodschap moeten we doorgeven. Vandaar het kaartje, we hebben er meer. Dus als u meerdere wilt voor meerdere avonden, ze zijn beschikbaar. Heb ik nog een puntje? U vraagt zich af, zijn de cd's van het koor? Nou, ik kan u geruststellen, ja. Achter in de kerk daar kunt u straks cd's krijgen van dit koor. Misschien nog een vraag. Het is 9:15, maar is er ook koffie? Ik wil zeggen, ja, er is ook nog koffie. In de consistorie. Kom maar even napraten. Ik zou zeggen, doen. En er wordt gevraagd, ik ben bakker, is er ook een dikkertje? Maar ik moet zeggen, volgende keer neem ik een dikkertje mee. We gaan verder. Ja, weet u wat een dikkertje is? Een gevulde koek. Morgen zijn we weer om 2:00 in het kerkje aan de zee. Volgende week, 7:30, woensdagavond, zijn we weer hier in de Bethelkerk. Christelijk gemengd koor Excelsior. Dominee de Groot met het thema, weet jij het al, wat je toekomst is? Orgel, Jaap Kramer, Vleugel, Johan Brede, wat ik ook zou zeggen. Allemaal weer komen. En weet jij het al, geef het door. We gaan staande zingen, ons slot voor vanavond. Leid mij Heer, o machtig heiland.